Op donderdag 2 augustus vond de 28e profronde plaats in Oostvoorne. Onderdeel van deze ronde is de prominente koers waar veel bekende Nederlanders het opnamen tegen lokale wielrenners. Dit jaar werd de 15e Dernie-koers gehouden. En daarvoor is het 3 jaar een koppelkoers geweest. Dus dat waren 2 renners bij elkaar als koppel, als koppeltje. En daarna, omdat het heel moeilijk is om altijd heel veel prominente renners te krijgen, allemaal tegelijk, hebben we toen besloten om een Dernie-koers te rijden. Dus dat wil zeggen, ik nodig altijd 15, 20, 22 renners, gangmakers uit. Daar zoek ik sponsoren bij. En achter die gangmakers komen dan renners te rijden. En dan meestal 6, 7, 8 oud-profrenners of schaatsers. En de rest zijn altijd vrienden van mij van de wielervereniging, de Appeltaarters. Ook Gerard Meijer, clubicoon van Feyenoord, was aanwezig bij de profronde. Omdat ik een wielerfanaat ben door de jaren heen. En ik tracht zelf ook nog te fietsen. Ik ben 8, 10 weken in Spanje geweest met een racefietsje erbij. En in de eerste paar weken was het een beetje moeizaam, want ik heb een nieuwe knie. Dus het ging een beetje moeilijk. Maar 3 keer in de week 40, 45, 50 kilometer, gemakkelijk. Dus ik doe er zelf nog zoveel mogelijk. Helaas word ik al, volgende week word ik 77. Maar ik probeer het nog steeds vol te houden. En ik ben nog steeds een wielerfanaat. En ik tracht alle wedstrijden op de televisie goed te volgen. Niet alleen Gerard Meijer is een wielerfan. Burgemeester Peter de Jong vindt het fietsen ook leuk. Groot supporter, al van jongs af aan. Altijd kijken, Tour de France, wereldkampioenschappen, allerlei koersen. En sinds een paar jaar fiets ik zelf ook. Dus heerlijke sport. En is het dus ook mogelijk dat u volgend jaar gewoon hier aan meedoet? Daar doe ik geen uitspraak over. Ja! Na het start zijn van de vrouw van wereldkampioen en Tour de France winnaar Joop Zoetemelk, ging de prominente koers van start. De prominente koers werd gewonnen door voormalig wielrenner Steven de Jong. Ja, geweldig. Een gouden plak, daar droom je van. Hè? Dus, het voordeel is natuurlijk wel dat ik nog heel recent gestopt ben, denk ik. En bij Joop is dat al even terug. Hè? Dus, het was een hele leuke wedstrijd vandaag. Joop Zoetemelk denkt zelf ook dat dat de reden is dat hij 7e is geworden. Nou, het is een tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Ik denk dat ik vorig jaar hier in Oostvoorne ben ik ook geweest en dat ik daar dan niet meer gedaan heb. Dus het is weer een beetje wennen. Maar voor burgemeester de Jong maakt dat niks uit. Hij is nog steeds een grote fan van Joop. Nou ja, het is uit mijn jeugd dan, hè, was het toch de renner. Samen met Henny Kuiper en nog een paar anderen. Je hebt hem de Tour de France zien winnen. Ja, dat is geweldig. En op zijn 38e werd hij nog zo eventjes sneaky wereldkampioen. Prachtig. Handtekening zou vragen? Ja. En als dat niet lukt tijdens deze editie, dan is er misschien volgend jaar weer een kans. Als het aan ons ligt, aan de organisatie, zeker. Ik ben maar een klein onderdeel van die organisatie. Maar ik weet zeker, als er sponsors blijven komen, blijft de wielerronde zeker georganiseerd worden. En ik hoop dat het nog vele jaren zal gebeuren.